Sander, wat ben je vroeg, joh? Ja, dat was lerarenoverleg, dus we hadden het laatste uurtje vrij. Oh, en is dat lerarenoverleg altijd gedurende de schooluren? Nou, jullie jonge lui, jullie boffen toch maar, hè? Ja, ik weet het, opa. Jong en lui, hè? Maar ik vind het helemaal niet erg, hoor. Laat ze hun gang maar gaan. Ja. Hé, is mama thuis? Nee, die is lunchen met die Roel Kromhout. Oh, dat is toch die psychiater die ze zo leuk vindt? Ja, dat is hem. Ja. Oh. Gaan ze meteen door met het avondeten of zo? Nou, ze zullen wel barsten van de honger of zo, hè? Ja, weet ik veel. Hey, opa moet luisteren. Ik moet een werkstuk maken voor biologie over een bijzonder dier. Oh. Weet u nog wat? Ja, dat weet ik zeker. Waarom doe je het niet over de regenworm hier? Ach, nee, joh. Nee, gadver, nee. Ik hou het liever over een Siberische sabeltijger of zo. Nee, die regenworm heeft hele interessante kanten. Wist je, als ik hier bijvoorbeeld een stukje afhaal, dat hij gewoon doorleeft? Nou, echt? Nou, ja, als nee, wacht nou even. Weet je wat? Zoek jij nou op internet een beetje informatie over die regenworm? Dan zal ik ondertussen een potje vullen met die beestjes. Oké, ja? Ik ben al weg. Okay. Hallo, here's Harry. Ah, daar hebben we de aanstaande bruidegom. Ta-ta-ta-ta. Ja, nee, dat is goed hoor. Wat staat jij nou te doen, Willem? Staat jij je eigen graf te graven of zo? Nee, ik sta voor me op te graven voor Sander. Zeg Willem, kan ik eens even met jou praten? Ja hoor, ga je gang, wat is er? Nou. Willem, soms heb ik het gevoel dat ik mijn eigen graf sta te graven. Wat bedoel je nou, man? Nou, kijk, ik houd heel veel van Maria. Daar gaat het helemaal niet om. Maar dat huwelijk, joh, ik weet het niet, hoor. Eerlijk niet. Harry, geloof mij nou, jij hebt koudwatervrees. Ja, nou, of ik koudwatervrees heb, zeg. En weet je wat koud water doet met een man? Dan krijg je zo'n klein hartje van. Ja, en weet je wat Jopie nou weer heeft bedacht voor het huwelijk? Ja? Een vuurvreter. Komt hij daar nou bij? Wat heeft dat nou voor zin? En die gozer is zo eigenwijs verschrikkelijk. Laat hij dat bij zijn eigen thuis demonstreren. Als een gordijn in de fik. Ja, dat kan natuurlijk alleen Jopie maar gebeuren, ja. Hè? Zeg, dat zal toch wel genoeg zijn? Hé, Gretver, dat zijn toch van die vieze dingen, dat. Ja, helemaal geen vieze dingen. Zijn hele interessante beestjes. Oh, wist je dat de regenworm zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorgaantjes heeft? Oh ja, joh. Ja. Nou, dat is dan de oplossing. Seks met je eigen. Hé! Hey. Dat zei toch, ja? Ja, ja. Hij neemt niet een schone vloer. Oh, sorry, sorry. Oh, nee, hier. Neem me niet kwalijk. Zeg, kun jij me even helpen met die laarzen? Ja, natuurlijk, jongen. Dat ga je even doen. Hey. Ik heb net gelezen dat mensen depressief worden van huishoudelijke karweitjes. Ik begin te begrijpen waarom. Nou, weet je wat ik nou in de krant heb gelezen? Dat koffie een heel pijnstillende werking heeft. Uh-huh. En ik zou best nou wel eens een bakkie troost lusten. Ja, dat vind ik dan ook. Ik ga er gelijk wat aan doen, hè? Ja, oké. Kijk eens, hè? Wat een opgewektheid. Ja. Ja, misschien is ook bij de psychiater geweest. Joh, wat zeg je nou? Loop bellen bij een zielenknijper? Nee, ze is uitgeweest met een zielenknijper. Oh. Zo romantisch. Hij neemt de hele tijd bloemen voor me mee en chocolaatjes. Nou, volgens mij knijpt hij nog heel wat anders dan alleen je ziel. Ze hebben de stevens ook allemaal weer. Zeg, en wat heeft de psychiater je nou weer over jezelf geleerd? Hij laat me op een hele positieve manier over mezelf nadenken. Oh, er is er wat uitgekomen. Ik ben een vrouw... Oh, nou, dat vind ik knap, hoor. Ik ben een vrouw die op zoek is naar... iets. Goh, dat is... Ja, hij zegt dat ik een typische A-persoonlijkheid ben. Dat is nogal doortastend en ambitieus, maar ook heel
Ongeduldig en snel gestrest. Is er ook nog een B-persoonlijkheid? Ja, dat is dan meer de relaxed, minder carrièregerichte mens. Oh, dat ben ik. Ja. Nou, meneer Stevens, er is enig verschil tussen minder carrièregericht en überhaupt geen carrière. Ja, want zo relaxed ben je helemaal niet, hoor. Je loopt de hele dag al te stuiteren van de zenuwen omdat je moet gaan trouwen. Ja, wat is er dan? Nou, wat is er dan? Wat is er dan? Huwelijk rijmt op afschuwelijk en gruwelijk, dat is er dan. Zeg, meneer Stevens, dan hoop ik toch dat uw liefde voor mevrouw Cerbelo iets dieper gaat dan dit Sinterklaasrijpje. Ja, nee, Maria en ik hebben het heel goed samen, maar daar gaat het helemaal niet om. Maar waarom zou je dat nou toch verpesten door te gaan trouwen? Verpesten, dat vind ik nou zo negatief. Ja, Harry, gooi je kop nou eens open voor een beetje positieve kijk op het huwelijk. Nou, als ik mijn kop open gooi, dan liggen al mijn hersens op straat, hoor. Meneer Stevens, zouden wij het verschil merken? Heel geestig hoor, professor. Maar ik denk dat ik mijn licht eens op ga steken bij een echte professor. Doen? Zeg, Bella, denk jij dat die rol van jou mij ook zou kunnen helpen? Oh, nou, ja. Hij staat natuurlijk wel heel erg open hoor voor allerlei soorten... Hé, hey, hallo. Zeg, wat ben je laat? Ja, je moest nablijven van die vuile eikel van de wiskunde. Zeg, jonge dame, zo praten we niet hier, hè? Nou, sorry, opa, maar mijn wiskundeleraar lijkt nog het meeste op een... Op een ding dat begint met een L en eindigt op een L. No. Lantaarnpaal. Nee. Nou, nee, zeg, zo ken ik er ook nog wel een, hoor. Nee, het begint met een N en het eindigt op euken. Nou, wat het... Nou, doe het licht maar aan, meneer Stevens. Nos je uit eigen keuken, hè? Zeg, Bella, ik zou toch vragen of Roel een plekje voor hem had, hoor. Bedoel je wel de zenuwleier? Zenuwarts. Hè? Het is een psychiater, dus het is een zenuwarts. Whatever, ik ga naar boven. Nou, dan ga ik er ook maar weer eens vandoor, hè. Zeg, Bella, ik hoor het wel. Als die rol van jou voor mij nog een gaatje over heeft, hè. Oh, nou, haar... Oh. Oh, nee, wacht maar. Ik doe wel open. Ga jij maar doen. Nou, weet ik niet eens waarom Willemijn moest nablijven. Het is hier ook zo druk de hele tijd. Ja. Roel zei het al, hoor. Dat wij een hele disharmonieuze leefgemeenschap vormen. Een wat? Een disharmonieuze leefgemeenschap. Moet je eens kijken wie er nou op de bad lag. Hoi, Bella, hoi. Ik liep hier toevallig langs en ik wilde je al eerder bellen, maar je mobieltje stond uit. Oh ja, sorry, ja, ik was aan het lunchen. De hele middag? Met die Roel of zo? Ja, met die Roel of zo. Hoezo, is er iets mee? Oh nee, niks. Mooie bloemen. Ja. Ik vroeg me alleen af of het zo verstandig is om zo intiem om te gaan met iemand die je een paar weken geleden hebt geïnterviewd. Ik ga helemaal niet intiem met hem om. We zeggen, we gaan lunchen en morgen gaan we weer in dat dingetje waar wij ook eens geweest zijn. In dat restaurantje bij het park? Nee. Ja, nee, in de stad. Oh, die waar we zijn geweest voor het interview met die kok. Ja, precies. Die ja. Nou, wat was er nou? Ik wilde iets samen morgen van een interview. Maar ja, als je morgen niet kan, dan houdt het op, hè. Ik ga maar weer eens vandoor, hè. Druk. Ik laat mezelf wel uit. Dag. Wat is er met hem aan de hand? Kijk, en dit is hem dus. Oh. Nou, schiet eens even op, Sander, hè. Het is bijna 11:00. Jullie moeten naar school. Waarom hebben jullie eigenlijk vrij verschoven morgen? Leraaroverleg. Alweer? Nou, hallo, letten jullie nog even op? Ja. Nou, na alles wat ik verteld heb, is er nog maar één conclusie mogelijk. De regenworm is een bijzonder dier. Niet in de laatste plaats. Omdat hij erg lekker is. Ah, nee. Idioot. Sander, dat is diermishandeling. Smerig. Heerlijk. Ja, het is niet fris, maar ja, het is een en al eiwit. En meel. Het is gewoon een bamisleerd om jullie te zieken. Oh, nou dat zieken is gelukt hoor, viezerik. Hé, dat is eigenlijk best vet. Ga je dat ook op school doen? Nee, geen sprake van. Nou, hoezo niet? Dat is toch lachen? Ja. Nou, ik weet niet of de biologieleraar dat ook zo lachen vindt. Ja, dat zien we dan wel weer. Ik ga naar school. Ja, ik ga. Ja hoor. Nou, ja, oké. Sterkte zou ik zeggen. Doei. Wat? Papa? Ja. Was ik nou vroeger ook zo? Jij? Veel erger. Jo, en ik maar denken dat die jongen dat allemaal van zijn vader had. Misschien is dat wat Roel bedoelde met die disharmonieuze leefgemeenschap. Wie heeft het hier over een disharmonieuze leefgemeenschap? Nou, die hebben wij. Zegt die Roel dat? Nou, hij bedoelde het vast goed. Nee, wat heeft die man daarmee te maken? Ja, ja. Oh, nou, daar zal je hem hebben. Wij gaan lunchen. En zo heel graag hebben dat jullie je een beetje gedragen. Ja, je kent ons, hè. Ja, daarom juist. Kijk nou eens wat een prachtige bos bloemen Roel voor me heeft meegebracht. Mooie bloemen voor een mooie vrouw.
Nou, ik ga even een vaas halen. Dag heren, ik ben Roel Kromhout, psychiater. Hoogleraar van Kleef, hoogleraar economie, met emeritaat. En trotse vader van Bella, hè? Willem Bol, oom van Bella, dus. Zeg, wat attent van u om weer zo'n struik mee te brengen. Bloemen lijken op vrouwen. Ja. Als je ze elke dag vers water geeft en met liefde en aandacht omringt, blijven ze langer mooi. Oh, wat heb je dat nou weer mooi gezegd, dokter Phil. Laat maar, doe ik wel even. Wel, oh, dank je wel. Dan ga ik even naar boven, haal ik even mijn tas. Kunnen we zo gaan, hè? Okay. Mijn moeder zei altijd, probeer nooit indruk te maken op een vrouw. Want dat niveau moet je je hele leven volhouden. Nou ja, ik kan het in ieder geval proberen. Ja. Bella is wel een heel bijzondere vrouw. Dat kun je wel stellen, ja. Ja, maar ze leeft ook een heel bijzonder gezin. Alhoewel andere mensen weer beweren dat het een disharmonieuze leefgemeenschap is. Oh, ervaart u dat zo? Nee, maar dat waren uw eigen woorden, volgens Bella. En wat vindt u daar zelf van? Nou, ons gezinnetje functioneert uitstekend. Is dat iets wat u zelf graag wilt geloven, of is dat ook echt zo? Dokter Kromhout. Kijk, Willem en ik... Wat bedoelt u met Willem en ik? Pardon? Wat bedoelt u met Willem en ik? Nou, ik en Willem en ik. Ja, wat zou ik bedoelen? Ja, jullie zijn samen. Samen? Hoe bedoel je? Samen? Ja, nee, maar we zijn neven. Neven? Nichten? Wat maakt het uit? Bedoel, tegenwoordig hoef je niks meer te verbergen, hoor. Ik heb ook helemaal niks te verbergen. Zeg ik dat dan? Zeg, dokter... U bedoelt toch niet dat wij amoureuze gevoelens voor elkaar zouden koesteren, hè? Want dat is absoluut niet het geval. U hoeft mij niet te overtuigen, meneer. Het gaat erom wat u er zelf van vindt. Wat moet ik waar zelf van vinden? En wat moet ik dan vinden? Gaat het hier een beetje? Ja hoor, we hebben net een heel openhartig gesprek. Oh, gelukkig. Nou, daar ben ik blij om. Ik ben klaar, we kunnen gaan. Oké. Ga mee. Leuk kennis gemaakt te hebben. Nou. Tot ziens. Zo blij dat je het zo goed kunt vinden met Willem en mijn vader. Zijn heel belangrijk voor me. Zeg, Bella, wordt het niet eens tijd dat jij je ontworstelt aan het juk van die twee mannen? Juk? Welk juk? Ik vind het juist heerlijk met twee opa's in huis. Ja, maar het leeftijdsverschil gaat op een gegeven moment toch opspelen. Misschien willen Willem en Rogier wel liever samen verder. En dan kunnen jij en de kinderen ook verder. Oh, ik vond het juist zo gezellig met z'n vijven. Misschien zouden jullie het ook heel gezellig kunnen hebben met z'n drieën. Of in de toekomst met z'n vieren. Ach, wat krijgen we nou? Wat bedoel je? Die krant heeft ogen. Hè? Ja, zie je, die krant. Dat zag er iets bewegen. Ja, Bella, steeds als ik een belangrijk onderwerp probeer aan te snijden, begin jij over iets anders. Nee, ik begin helemaal niet over iets anders. Ik dacht echt dat ik iets zag bewegen, daar achter die krant. Ja, achter die krant zit iemand die krant leest en dat beweegt. Bella, soms lijkt je een beetje emotioneel geblokkeerd. Alsof je je diepste gevoelens niet durft te uiten. Ja, nou, misschien heb je dan wel gelijk. Tegen mij kun je echt alles zeggen, dat weet je. Daar zie je nou wel. Wat is er toch? Ja. Wat is er toch, Bella? Sorry. Wat heb je toch met die krant? Ga nou gewoon even zitten. We zijn net begonnen met eten. Nee, sorry hoor. Ik moet er even naartoe. Er klopt iets niet. Ilham, waar zit je? Ik weet dat je hier zit. Ilham. Bezet. Oh, sorry. Oh, ja, Ilham. Hey, hoi. Doe een onderzoek over hygiëne in de horeca. En nou wil ik toch echt weten hoe het zit. Achtervolg je hem of zo? Ja. Waarom dan? Omdat... Bella, ik hou... Niet van verstoppen te spelen, ik zeg het maar gewoon eerlijk. Ik was en ben onder behandeling bij dokter Roel Kromhout. Zo, dat is eruit. Och, maar dat is toch niet iets om je voor te schamen? Waarvoor eigenlijk? Ik ben onder een soort nakontrole, want ik had het vroeger. Oh, wat dan? Waanideeën. Ja, dat had ik. Waanideeën. Nu niet meer hoor, maar toen. Och, maar waarom achtervolg je ons dan? Omdat ik bang was dat je erachter zou komen en het tegen iemand op de krant zou zeggen. Onze hoofdredacteur wil vast geen onderzoeksjournalist met waanideeën. Ach, maar dat zou ik nou toch nooit doen. Echt niet. Je bent toch mijn beste vriend? Oh ja? Ja, had dat dan ook gezegd? Dan had je toch niet als een gek achter die krant hoeven te verschuilen? Ik heb me wel voor schut gezet, hè? Bij vrienden sta je nooit voor schut. Sorry hoor. Waar was je nou?
Nou, ik zag een goede vriend van mijn journalist. En die is onder behandeling bij jou. Ik heb nog nooit een journalist onder behandeling gehad. Oh. Oh, ik begrijp het al. Het is beroepsgeheim natuurlijk. Nou, heerlijk zeg. Okay. Oh, laatste slag. Voor Kennedy. Hallo allemaal. En was het gezellig? Ja, dat was heel erg leuk. Ja, heb je het overleefd? Hoezo? Nou, met die ronde zenuwenleier. Zenuwarts. Oh, neem me niet kwalijk. Natuurlijk zenuwarts, wat jij wil natuurlijk. Maar die man kan je behoorlijk gek maken. Hij insinueerde dat Rogier en ik een homoseksuele relatie zouden hebben. Ach, is dat zo? Ja, dat is zo. Oh. Nou, zo vreemd is dat niet natuurlijk. Wat is dat? Nee, twee van die oude sokken in één huis. Ja. En je zou nog heel erg versteld staan hoeveel heren op leeftijd alsnog uit de kast komen. Nou, zou ik heel voorzichtig zijn, meneer Stevens. Of u gaat de kast in, bij de emmers en de dweilen. Ja, misschien heeft Roel het ook wel een beetje anders bedoeld. Maar wat ik wel heel raar vond, dat was dat ik Ilhan tegenkwam in dat restaurant. Ilhan? Goh, ja. Hoe is dat nou mogelijk? Ja, hij had een of een heel warrig verhaal over dat hij onder behandeling was geweest bij Roel. Ja. Ik wist niet eens dat hij problemen had. Nou, Ilhan heeft maar één probleem en dat ben... Mijn spreekbeurt ging echt hartstikke goed. Oh. Hij heeft op het schoolplein nog een paar van die regenwormen opgegeten. Nou ja, die koppen moeten zien. Joh, wat zeg jij? Nou, heb jij regenwormen gegeten? Ja, ik doe alsof. Oh, nou, maar ik heb wel eens echte regenwormen gegeten. Ja, nee, ja, eerlijk. Nou ja, was voor een weddenschap. En voor 10 euro doe ik het zo weer. Nou, dan wil ik zien. Nou, oké. Ik hoef het helemaal niet te zien. Los, ik wil het loslaten en naar boven ga huiswerk maken. Zo. Ah, daar zal je roer hebben. Goed, die man is net de krant, hè? De krant? Ligt ook elke ochtend op de mat. Nou, jongens, even dimmen hoor. Even dimmen voordat jullie die zielenknijper de deur uitkijken. Wil ik nog even wat aan hem vragen. Hallo. Geen bloemen. Hallo dokter, mijn naam is Harry Stevens, de huisvriend als het ware hier. Zeg, zou ik u een paar vragen mogen stellen aangaande het huwelijk? Nou ja, ik kom Bella alleen maar een mooi boek brengen, hoor. We hebben nog geen trouwplannen. Oh, nee, dat bedoel ik natuurlijk helemaal niet. Nee, kijk, ik wou namelijk vragen. Is het nou normaal als een man bang is om te gaan trouwen? Ja, dat denk ik wel. Schopenhauer zei ooit, trouw nooit. Je plichten verdubbelen en je rechten halveren. Nou, zie je nou, ik heb het altijd al gezegd. Hè? Hij heeft groot gelijk, die Rutger Hauer. Schopenhauer, meneer Stevens. Een filosoof. Nou, ik wist niet dat u kwaad werd, professor. Ach, dokter, mag ik u ook wat vragen? Vindt u nou ook niet dat een huwelijk een meer verdieping geeft aan een relatie? Denkt u er wellicht zelf over om te gaan trouwen met deze of gene? Die mogelijkheid is er tegenwoordig, hoor. Ja, hoor, daar gaan we weer. Roel, ga je even mee naar boven? Ja. Ontzettend lief van je om dat boek helemaal speciaal hierheen te komen brengen. Sterke vrouwen verlangen naar een sterke man van de schrijvers Storch en Storch. Oh, nou, dank je wel. Dus, jij vindt mij een sterke vrouw? Ja. Die verlangt naar een sterke man? Ja. En jij bent die sterke man? Nou, het boek gaat er eigenlijk over dat in veel sterke vrouwen een klein meisje zit dat volwassen moet worden. Oh, en ben ik dan dat kleine meisje? Jij, Bella, bent een aantrekkelijke, ambitieuze, spontane vrouw. Die wel wat richting in haar leven kan gebruiken. Ja. Zo. Wat? Ja. Oh. Laat het maar gaan. Laat het maar gaan? Ja, dat onzekere kleine meisje. Gooit er allemaal naar uit. Getsie. Er gaat hier toch iets niet helemaal goed, hoor, Roel. Je hoeft me echt niet de hele tijd te analyseren. Dat is mijn werk. Ja, dat is je werk, ja. Maar de praktijk is dicht, hoor. Het is 5:30 geweest. Sorry. Sorry, ik draaf soms een beetje door. Ach, ja. Dat overkomt mij ook zo vaak. Oh ja? Hoe voel je je daarbij? Zal ik nog eens een keer naar boven roepen? Misschien ligt ze wel op de divan. Ja. Bella! Eet is opgeschept! Zeg, zo praat je niet over je moeder, hè? Ja, bij de psychiater lig je toch op de divan of liggen ze tegenwoordig in bed? Sst, ze komen eraan! Ja. Ah, daar zijn jullie. We gingen net aan tafel. Oh, ja, en Roel ging net naar huis, toch, Roel?
Nee, niks ervan. Schuif eens even lekker bij. Oh, gezellig. Wil jij nog een bord halen en wat bestek? Kom hier maar zitten, joh. Kom. Dank je wel. Zo. Zo? Ja. Dan zijn jullie zeker Willemijn en Sander. Volgens mij wel, ja. Zo, Willemijn, ik heb gehoord dat jij zo'n grote dierenvriend bent. Nou ja, gaat wel. Ja. Weet je dat mensen die veel van dieren houden, meestal niet zo van mensen houden? Oh. Nou, kan het toch nog gezellig worden, hè? Smakelijk. Ja, dank je. Jullie bidden niet voor het eten? Nee, hoor. Opa Willem kan heel goed koken. Nog een kop koffie, dokter? Ja, lekker. Nee. Waar was ik ook weer? Oh ja, de familietherapie. Dat zou best een goed idee zijn. Ik heb een veel beter idee. Gooi het er maar uit. We komen pas ergens wanneer iedereen zijn gedachten durft uit te spreken. Ik bedoel, neem nou zo'n ex-man die bij de buren woont. Dat kan een behoorlijk toxische situatie zijn. Die toxische situatie, dat is anders wel mijn vader, ja? Heel goed, Willemijn. Heel goed. Laat maar komen. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, dokter. U heeft groot gelijk, professor. Ik ga. Fijn. Naar het toilet. Oh. Last van humor. Zeg, zo zand heb ik hetzelfde gegeten, hè? Ja, ik wou dat die man eindelijk eens ophield voortdurend in mijn ziel te vroeten. Ja, die vent ken me niet eens en dan gaat hij nou al lopen verkondigen dat ik het type jongen ben dat iedere maand een ander meisje wil. Ja. Nou, daar zit toevallig wel wat in. Nou, helemaal niet. Ik wil iedere week een ander meisje. Een beetje stil nou, want meteen hoort hij ons nog. En nou, en? Is ons eigen huis, ons eigen gezin, ons eigen dysfunctionele gezinnetje? Nou ja, eigenlijk is alleen Willemijn dysfunctioneel. Wij zijn best normaal. Ah, joh. Hey, nou, hoe dan ook, ik begrijp helemaal niet hoe ik in deze situatie verzeild ben geraakt. Want het leek echt een hele charmante man. Nou ja, het is ook geen onaardige man. Maar hij heeft alleen voortdurend de neiging om iedereen tot op het bot te ontleden. Nou, voordat hij bij jou er op het bot is, kan even duren, hè? Oh, wat dacht je van je eigen botje? Nou, zet het eens goed te maken, kijk. Ah, oh, zeg, weg, zeg, dat is heel hartstikke. Ja, hier moet je kijken. Ga gerust door, hoor. Ga gerust door. Voor mij hoeven jullie niets te verbergen. Huh? Roel, ga je even mee naar de keuken. Oh. En Bella, zet ik jou en je familie een beetje aan het denken? Ja, kun je wel zeggen, ja. Ga maar zitten. Roel, moet je luisteren. Ik zoek een vriend, een maatje. Maar geen therapeut. Ja, maar... Nee, als... niks ja, maar. Je komt hier voor het eerst en je legt meteen mijn hele gezin op de emotionele snijtafel. Ach, dat is toch alleen om ze een beetje te prikkelen? Ja, maar we hoeven helemaal niet geprikkeld te worden. Het is misschien wel waar dat ik op zoek ben naar een sterke man of een man. Maar jij bent het in ieder geval niet. Maar Bella, hoe kun je dat nou zeggen? Dat ben ik wel. Nee, dat ben je niet. Dat ben ik wel. Nee, dat ben je niet. Nou, maar ik kan het wel worden. Nee, dat kan je ook niet worden ook. Oh. Weet je nog... Dat je zei dat een vrouw net zoiets is als een bos bloemen die je in het water elke dag een beetje vers water moet geven. Dat meen ik nog steeds. Precies. En jij bent me aan het verzuipen in je goede bedoelingen. Ik begrijp het. Ik ben misschien wat te enthousiast geweest. Ja. Zullen we het morgen tijdens een heerlijke lunch uitpraten? Nee! Roel, sorry! Maar ik denk toch dat we echt niet bij elkaar passen. Maar geef me dan de kans om je te overtuigen. Hey, zal dat nu even niet, ja? Sorry, man. Ik kwam alleen even mijn wormen vrijlaten. Oh. Jammer eigenlijk, want ze waren best lekker, toch? Mm, wel. Moet er ook een? Ja, dat is eigenlijk wel een lekker idee. Ja. Ik zou zo'n hele dikke nemen. Nou, laat ik die dan maar nemen. Oh, lekker, hè? Heerlijk. Hé, hey, weet je wat? Ik vang morgen wel een paar hele verse voor je. Fijn, mooi. Is er iets, Roel? Misschien is die lunch van morgen toch niet zo'n goed idee. Nou, dat vond ik nou ook. Laat ik je even uit. Ja. Toen was ze dus helemaal afgeknapt. Goed, joh. Oh, Sander, dank je wel. Dat had ik nou net even nodig. Hey. Hey, mam, zijn wij nou echt zo'n rare familie? Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Maar ja, wat maakt het uit? We hebben het toch heel gezellig met z'n allen? Nou, en of we het heel gezellig hebben met z'n allen. Nou, hier, kom in mijn armen. Oh. Is er misschien...
misschien iets wat jullie ons nog moeten vertellen? Ja, neven, nichten, wat maakt het tegenwoordig nog uit? Hey.